Roland, jij produceert de enige echte One Love band. De meest controversiële aanvoerdersband ooit. Hoeveel banden zijn er inmiddels besteld? Meer dan 10.000 hebben we er verkocht. En dat wel inderdaad de laatste week de meeste, eerlijk gezegd. Ja. Kun je de vraag nog aan? Nou, dat is aanpezen. En het is in de drukste periode die we met voetbalshop.nl natuurlijk al hebben. Hè. Het is een WK voetballen in een periode die we niet kennen. Het is Black Friday, morgen. Het is kerstmis wat eraan komt, het is Sinterklaas. Dus het zijn al hele drukke tijden voor ons. Waar wordt die band allemaal heen gestuurd? Nou, dat gaat nu heel Europa door, maar we krijgen aanvragen inmiddels uit de hele wereld. En we verwachten na vandaag dat dat nog internationaler gaat worden. Want het wordt een beetje een cultfenomeen. Wat is je grootste, meest bijzondere bestelling tot nu toe? Het Europese parlement. Daar heeft de KNVB met ons een aanvraag gekregen voor 500 banden. We zijn in staat geweest om 200, 250 te leveren. Die zijn vanochtend om 7 uur aangeleverd in Strasbourg. En als het goed is, worden die vandaag ingezet. Ja. Maar 250 is geen 500. Nee, maar het is op het allerlaatste moment besloten gistermiddag. En toen, oh, we hadden het al zo druk, joh. Nu is het even wachten, denk ik, hè? Ja, hij transfereert nu de image op het product. En uiteindelijk komt de band eruit, ja. Het is niet gewoon een machine die dit maakt. Het zijn echt mensen die dit aan het maken zijn. Ja. Ja, het is mensenwerk, ja. En het is voor 4,99 is het niet echt een moneymaker. Verdien je er ook wat aan? Nee, eigenlijk niet. Als je alle kosten in rekening neemt, dan we leggen nog net niet toe. Maar dan is het voor kostprijs doorleveren. Volgens mij is hij klaar. Ja. Kijk eens. Dat doet Tim weer mooi. Nou, pak er eens een. Ja. Zijn ze nog warm? Ja. Is hij nu helemaal klaar? Nee, we moeten nog even wat dingen eraan, waardoor het echt als aanvoerdersband omgedaan kan worden. Ja. We staan hier in een soort hal waar allerlei kleding wordt gemaakt en ook dus die banden. Het is eigenlijk een soort paradijs voor voetballiefhebbers, denk ik, toch? Ja, voetbalshop.nl en voetbalshop.be. Hier staan 500.000 voetbalgerelateerde producten die hun weg naar de consumenten vinden. Ja, via voetbalshop.nl. Dat is al de vijfde keer dat u het noemt. Sorry. We hadden één keer afgesproken, meneer. Ja, ja, ja. Jij bent de enige die deze band maakt. Hoe kan dat? Nou, wij werken voor de KNVB. De KNVB heeft deze ontwikkeld. En wij doen de KNVB Shop, de exploitatie. Net als we dat voor heel veel BVO's, betaald voetbalorganisaties doen. Ook voor de KNVB. Wat gebeurt er hier? Hier wordt de bevestiging aan de aanvoerdersband gemaakt. Zodat je hem heel makkelijk om je arm heen kunt doen. Hij is klaar. Top. Dank je. Zullen we eens even kijken of hij het doet? Ja. Doe maar. Oh. Hoe doen we dat? Nee. Oké. Okay. Ja, hoe moet dat ook alweer? Je staat niet te filmen dan. Ja. De captain of voetbalshop. Oké, okay, dus je hand door het elastiek. Je hand door het elastiek. Even kijken, als ik deze hierom doe. Nou, volgens mij moet jij geen aanvoerder worden. Ja, nee. Schitterend toch? Prachtig. One love. Heel mooi. Wat denk je dat Qatar van jouw bedrijfje vindt? Nou, ze ongetwijfeld een topbedrijf, maar misschien hebben ze andere mening over het bandje. Dat zal het zijn, ja. Wat voor reacties heb je gehad op de band? Alleen maar positieve reacties. Ik kan me niet voorstellen, maar ik heb geen contact met de regering van Qatar. Geen contact dus en dus ook geen negatieve reacties. Je zei net, je verdient niks aan deze band. Waarom doe je het dan? Een statement maken en dat is voornamelijk op verzoek van de KNVB. Hè. Het is helemaal tegen ons principe om geen winst te maken. Laten we dat voorop stellen, want anders kun je niet zo'n bedrijf runnen. Ja. Maar op dit verzoek, dit was een statement. Dit is het verbinden van mensen en dat gaat wat verder dan geld verdienen.